Wat is er, Samson? Wat kijk je triest? Ja, ik ben zo alleen, hè, Geertje. Al mijn collega's maken carrière in de politiek, zo hè. Piet Piraat is gekozen in de gemeenteraad, net als de burgemeester en Kabouter Plop, zo hè. Alleen Samson ligt hier kansarm in zijn mandje. Ah, maar dan ga je toch ook in de politiek? Dan richt je gewoon een eigen eenhondsfractie op. Groep Samson. Maar hoe moet dat dan zo, hè, Geertje? Nou, dan kies je een eigen stokpaardje. Dan roep je bijvoorbeeld dat er een tsunami op komst is. O, maar Geertje, mag ik dan ook een stukje van die salami zo, hè? Nee, geen salami, gekke hond. Een tsunami, een grote vloedgolf. Gaan wij dan hollen aan dat strand zo, met dat stokpaardje? Nee, we gaan niet naar het strand. En die vloedgolf dan zo? Dat is een metafoor. Een meter waarvoor? Voor een verderfelijk soort mensen dat massaal ons land binnenstroomt. En dat zich maar niet wil gedragen binnen onze landsgrenzen. Wat zou nou jouw stokpaardje kunnen zijn, Samson? Nou, er is een vuilnisbakker als hier in Vlaanderen, zo hé. Dat geeft alleen maar stront, zo hé. Nou, kijk eens. Daar zou je toch wat aan kunnen gaan doen? Dat hangt maar op straat. Die spreken de taal niet zoals ik. En ze weigeren om een pootje te geven. Ja, dat ken ik. Dat probleem dat hebben we ook in Nederland. Ik vind elke hond die zich hier wil vestigen, moet een stamboom hebben zo, hè. Want er komt een salami van die honden zo, die niet raszuiver zijn. Ja, nou, ja. En dat fokt maar door, hè. Dat zou gecastreerd moeten worden. Nou, ja, Samson, dat zijn van die dingen, die denken we allemaal, maar die kun je maar beter niet hardop zeggen. En al die honden die na al die jaren nog steeds een asiel zoeken, die moeten maar een spuitje krijgen zo, hè. Weet je, Samson. En je hondjes eerst zo, hè? Ik geloof dat we maar eens even een stukje moeten gaan wandelen. Ah ja, fijn. Een stukje naar foto met die Duitse herder uit de buurt, zo, hè? Want als wij niet heel gauw voor die camera weggaan, dan kun je binnenkort alleen nog maar over straat met 6 waakhondjes, hè?